zag, bossaars. Luister, dit kan gewoon niet. Hoe neem je een kinderwagen mee op de fiets? Chef, ik weet niet wat er precies allemaal wel of niet in het heetst van de strijd is gebeurd. Maar wat ik wel weet, is dat ik een agent ben. Stadswacht. En dat ik mijn leven heb toegewijd aan het uitroeien van de ongedierte van de stad. Mag ik even tussendoor? Ik was van begin af aan al tegen. Wat wil jij nou weer, man? Je had de hele strategie uitgestippeld. Uit collegialiteit. Ik heb me niet actief opgesteld. Actief? Chef, hoor je het probleem? Als hij een beetje conditie had, dan hadden we die crimineel gepakt. Er komt de actieheld weer. Je kreeg een blikje tegen je kop aan, man. Denk je dat ze daar een film over zouden maken? En blikjes kunnen anders levensgevaarlijk zijn, hè? Zoals mijn tante in het ziekenhuis beland. Oh ja? Ja. Zag je hele leven aan je voorbij flitsen? En om dat geheig van jou maak ik me anders meer zorgen. Je bent net een astma-patiënt. Astma-patiënt? Ja. Ik ben Jos. Ik kan niet meer. Ik ben Louis. Ik denk dat ik in een film zit. Genoeg. Louis. Je moet je enthousiasme in bedwang houden. Jos, doe alsjeblieft iets. Chef, met alle respect. Hoe wil je dat ik dat ga doen? Je kan een tank niet loslaten op een speeltuin. Die arrestatie van gisteren, daar hoor ik thuis. Arrestatie? Bij Club Royal? Kijk, nu begrijpen wij elkaar. Het wordt hoog tijd voor promotie. Chef, die agenten van je zijn in de war. Ik moest het met eigen ogen zien. Gefeliciteerd. Jullie hebben weer een dieptepunt bereikt. Arresteer ze. Jij en Yachie? Hoe durf je? Dat pak, die penning, die staan ergens voor. Dat is precies waarom we het niet waarderen als een stel debielen zich illegaal uitgeeft als politieagent. Ik heb je onderschat. Die man die is levensgevaarlijk. Doorzoek het pand, het zit hier vol met drugs en dode kinderen. Neem ze mee. Ja, hup, meekomen. Gewoon laten. Meelopen. Chef. Dag, meneer de Jong. Het is Tae Joon. Nee. Je vader heet Kees. Je moeder Truus. Het is de Jong.